tentoonstelling op Schiphol laat zien hoe Hollandse jongens door de eeuwen heen, van de 17e tot en met de 19e eeuw, zijn vereeuwigd. Zonen hadden de taak om de dynastie voor te zetten. En dat kun je zien in dit portret. Het is gemaakt door Ludolf Bakhuizen en het stelt zijn zoon voor, Johannes. En Johannes die houdt in zijn portret een portret van zijn vader. Dus het is eigenlijk een dubbel portret. Wat bijzonder is, is dat de lijst origineel is. We zien hier een slang die palmbladeren bijeenhoudt. En eikentakken die om die palmbladeren heen gewikkeld zijn, die staan samen symbool voor voorspoed, morele kracht, geluk. En zo kan het schilderij opgevat worden als een gelukswens van vader aan zoon. De manier waarop jongens zijn geportretteerd en afgebeeld, maakt een ontwikkeling door. En die ontwikkeling hangt samen met veranderende opvattingen over kinderen en over opvoeding. We zien hier een portret dat is gemaakt door Dionis van Nijmegen. Het stelt zijn kleinzoon, die naar hem vernoemd is, voor. Aangekleed in keurige kleren. En hij heeft een badmintonracket met een pluimbal, een soort shuttle, in zijn hand. Dit schilderij is bijna een eeuw later gemaakt door Auguste Alabbé. Het stelt twee kinderen voor. Een jongetje ligt op het gras en kijkt naar vlinders. In de 19e eeuw werd steeds meer waarde gehecht aan buitenspelen. En ook het observeren van de natuur werd belangrijk geacht voor de ontwikkeling van kinderen. Dit schilderij staat al een stuk dichter bij de kiekjes die wij tegenwoordig van onze kinderen maken.